Welkom allemaal, fijn dat jullie weer kijken. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele liefdevolle warme berichten, de vele nieuwe abonnees, donaties, vele verzoeken voor coaching, begeleiding, rijke healingen, maar ook de vele interesse in de verlengingen en natuurlijk jullie steun op, ook op mijn tweede kanaal, mijn Engelstalige kanaal, Philomena Tarot. Heb je toch ook interesse om daar eens een kijkje te nemen? Heb je dat nog niet gedaan? Dan hierbij de kans. Hieronder heb ik een linkje geplaatst. Dus als je daarop klikt, dan kan je daar een kijkje gaan nemen. Wat mogen wij weten, Spirits and Guides? Deze viel er meteen uit, dus die wil ik even zien. De Koning van Zwaarden. Het kan zijn dat er op dit moment veel gecommuniceerd wordt. Dat er duidelijkheid komt. Waarvan je heel veel dingen op zijn plekje vallen, waardoor je dus heel veel wijsheid ook kunt vergaren uit deze connectie of uit de vele gesprekken die je met elkaar voert. Communicatie is heel belangrijk, ook open en eerlijk communiceren vanuit het hart, zodat er ook terug vertrouwen kan komen. Dat is wat ik voel. Wat mogen wij nog meer weten in deze connectie? Voor het collectief. Twee kaarten heb ik. Het kan goed zijn dat je uit een torenmoment komt. Dat er een plotsklapse transformatie kwam. Op gang is gezet. Misschien wel door die communicatie. Die heeft plaatsgevonden en dat maakt van een chaotische... Pardon, die kwam heel onverwachts, neem me niet kwalijk. Dan maakt dat een hele chaotische situatie vol emotie en vol communicatie. Oh, mijn neus blijft prikken. Dat heling gaat geven. En misschien ook die chaos, omdat je ziet dat er wel degelijk wonderen kunnen gebeuren. Dat je in wonderen gelooft, omdat dit een wonder is. Wat er hier gaat gebeuren, of wat er voor sommigen al gebeurd is, want we zitten tenslotte op verschillende tijdlijnen. Ja, je zag het niet meer aankomen. Je dacht van, nou ja, dit is hopeloos. Maar je bleef toch krachtig genoeg in jezelf geloven. Dus dat was heel belangrijk. En uiteindelijk die ene witte duif, die kwam binnen en dat heeft de doorslag gegeven. Een nieuwe start. De mannelijke energie die heeft actie ondernomen. En dan is het aan jou natuurlijk om te besluiten van welke energie dat is. Deze persoon die kreeg inzichten in deze connectie. Die voelde ook van... die had torenmoment na torenmoment. Dus die wist van er moet wat gebeuren. Dit was ook nodig om heling tot stand te brengen bij deze Koning van Munten. En uiteindelijk ook dankzij een torenmoment is deze persoon gaan communiceren. En jij bent toch nog verrast door het... ik krijg bij die miracles krijg ik echt een verrassingselement. Omdat je echt niet meer dacht dat dit zou gebeuren. Het kan goed zijn dat nu een tijd aangebroken is van plezier, van een nieuwe start, misschien verbroediging, leuk weer samen dingen kunnen doen, dingen vieren, vakanties, etc. En onderaan het dek hebben wij dan de Aas van Bekers, een nieuwe start, vooruitgang in deze situatie. Dus dat ziet er heel goed uit. Wat nog meer?
Er is heel veel stilte geweest in deze connectie. Kan zijn dat er juist helemaal niet meer gecommuniceerd werd. Dat is nu helemaal opengebroken of dat gaat binnenkort opengebroken worden. Die stilte was ook wel nodig. Dat gaf aan de ene kant chaos, omdat jullie steeds verder van elkaar gingen afstaan. Maar aan de andere kant gaf dat ook heling, omdat jullie beiden dus aan jullie eigen pijnstukken aan het werk waren. En met geduld, ja, jij hebt al die tijd wel geduld gehad, gewacht, gehoopt op toch op een wonder, vaak ook gedacht van dat komt niet meer en toch door jouw geduld, die werd beloond. Dus dat, daar zal je heel blij mee zijn. Bij stilte krijg ik de 7 van bekers, ja, omdat er toch wat verwarring was. Er was wat angst dat de ander misschien opties had. En dankzij geduld om dat aan elkaar te geven, zodat die pijnstukken geheeld konden worden, kwam het goed. Ik heb het gevoel dat er veel geduld is geweest, omdat het een speciale diepe soul connectie is. Anders had je misschien niet zoveel geduld gehad. Kan zijn dat je al in een vaste relatie en of huwelijk zat. Dat nu alles weer goed is omdat er dingen besproken zijn. Vandaar ook tijd voor elkaar te leren kennen. Want je zit natuurlijk in een nieuwe situatie. En een nieuwe start. En jullie kunnen verder met elkaar gaan groeien. Het is tijd om oude zaken los te laten. Ik moest niet voor niets net niezen. Een paar oude pijnen, verdriet, angsten loslaten. En helemaal openstaan voor deze nieuwe kans. Deze wedergeboorte. Dus alles wat maar enigszins ballast is, dat eruit gooien. Al dan niet uiten of loslaten. Dit is de ridder van munten. Is wel een langzame ridder. De meest langzaamste van het hele dek. Dus ik heb wel het gevoel dat eer het allemaal weer koek en ei is. Dat daar ook nog wel wat geduld overheen mag gaan. Maar dat maakt niet uit. Jullie zitten beide in een nieuwe energie. Een nieuwe situatie. Dus dan is het goed om nu van elkaar te genieten van een nieuw persoon. Weer terug opnieuw uitgaan. Verliefd worden. En vooral van die periode te gaan genieten. Nou, het wordt bevestigd wat ik zeg. Dus lekker uitgaan. Misschien picknicken. Of anderszins elkaar leren kennen. Wat mogen wij nog meer weten? Er zijn heel veel dingen onthuld tijdens de openhartige gesprekken. Dus dat geeft heel veel duidelijkheid. Het geeft ook opluchting. En jullie staan beide in je kracht. Jullie kunnen beide deze connectie nu leiden. Zelfliefde, zelfvertrouwen gekomen. Maar ik heb wel het gevoel, laat degene lekker jou ook verwennen. Dus probeer niet altijd, probeer die leiderschapsrol te verdelen, laat me het zo zeggen. Zodat jullie beide een kans krijgen om daar zo'n ieder zijn aandeel in te hebben. Tot slot, eerlijk geven nemen kan nu goed plaatsvinden omdat jullie alle twee in die nieuwe energie zitten. Een nieuw begin, vol groei, vol zelfvertrouwen, dat is nodig. Je laat het oude los, wat ik net al zei. En deze verandering is ontstaan door het universum, door het goddelijke. Zodat deze connectie
verhoogd kon worden. En jullie zijn weer terug op het pad daar waar jullie moesten zijn. Als het resoneert, mag je liken, delen. Je mag natuurlijk altijd abonneren. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.